BNP Paribas Fortis stelt voor. Ja, de laatste film, het vonnis, dat is toch een film die mij nog goed aangegrepen heeft. Het was niet alleen cinematografisch mooi, het was ook mooi vertolkt en het was een heel mooi scenario, vond ik. Zeer aangrijpend en toch maatschappelijk relevant. En misschien wel nodig op dat moment. Zo. Ik denk dat er toch wel wat politici door wakker geschud zijn. En de rechtbank waarschijnlijk ook, maar dat is gewoon vreemd. En dan anderzijds, ja, kan ik natuurlijk die twee films waar ik in meegedraaid heb, Alles moet weg en Los, niet gemakkelijk vergeten, want eigenlijk was ik een beetje blij, vier, dat ik er heb kunnen meespelen. Maar ik heb daar op dat moment eigenlijk ook contact gekregen met Stanny Kretsen, Peter van het begin, en dat is een wending in mijn carrière geweest. De ene keer was ik los van Mechers Miniatuurtheater en zat ik in een andere wereld, zeg maar, die dan juist uit de Blauwe Maandag gestapt waren en zelf producties begonnen te maken, zowel op theatervlak als film en televisie. Dus voor mij is dat wel een belangrijke wending geweest. Ja, Los was ook nogal een beetje een gedurfd verhaal eigenlijk, zo, waarin dat de twee kanten bespeeld werden. Dat was wel mooi. En soms een beetje gewaagd, ja. Maatschappelijk gewaagd, soms wel, ja. En Alles moet weg was eigenlijk het eerste dat scenario van waar dat die serieus genomen werd. Ja, waarschijnlijk, ja. Scenario, dat was eigenlijk van de boek van Tom Lafleur. Maar ik had de roman gelezen en ik had zelfs sommige fragmenten daaruit gekozen om met mijn leerling, omdat ik nog toneelles gaf in het conservatorium in Mechelen. Ik had daar zelfs speelscènes uitgekozen omdat ik daar zo'n mooie dialogen vond eigenlijk. En ik was dan ook verrast dat er een film was. Ik was bijzonder blij dat ik die film kon spelen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.